Met de naderende feestdagen in het vooruitzicht gaan we met MTV Culinaire, zoals elk jaar, op bezoek bij onze meesterkok Wim, die in deze koude dagen rond kerst altijd wel iets toepasselijks weet te bedenken. Net als ieder jaar doen we met kerstmis Huub weer een paar gerechtjes maken. Nou, ik heb toch maar weer besloten feestelijk om een beetje wild te doen, maar dan eigenlijk hele luchtige gerechten. Dus wat je makkelijk kunt maken de mensen en wat ze eigenlijk niet te zwaar eten is. Dat is eigenlijk de bedoeling. Kleine hapjes. Dus we gaan maken, we gaan deze maand dan doen een witte koolsalade met een beetje curry en peterselie. En daar maak ik de salade van met een ananassaus en een patrijzenborstje en rozijntjes erop. Heb ik een tussengerecht, is een hazenragout. Maar dan niet zo'n hazenragout net die zwaar is, maar die bouw ik eigenlijk in laagjes op, zodat er ook alle smaken zichzelf blijven. En dan een biefstukje van het hert, van de hertenhaas, met een klein beetje pasta en een koolrolletje. En dan een champagne taartje met abrikozen. Hey, hartstikke leuk. Dus dan gaan we deze week met jullie gaan we dat samen opnemen. En dan kunnen de mensen daar weer thuis gaan creëren wat ze ermee willen doen. Dan beginnen we maar de eerste keer weer met hazenragout. Nou, die hazenragout heb ik daarvoor nodig. Hazenvoorlopers heb ik daarvoor genomen. En dan zeggen mensen, ik pak altijd hazenachterbout. En ik zeg, dat is allemaal goed. Als je het goed kunt thuis, moet je het doen wat je altijd doet. Maar ik gebruik hier altijd hazenvoorlopers voor. Want ik wil straks hebben dat ik dat vlees, als dat gaar is, dat het niet helemaal in stukjes uit elkaar vezelt. Nou, daar hebben we een beetje spek hebben we daarvoor nodig. En zilveruitjes. En zilveruitjes en champignonnetjes. Nou, dat is een garnituurnaam dat uit Brabant komt. À la Brabazon. En dan heb ik nodig voor het stoven. En een beetje fond en een beetje water. Ons moeder deed ook met water, dus dat doen wij hier ook gewoon. Dan ga ik peperen en zouten. Dus kijk, dan kan ik, want dit moet lang opstaan. Dat vlees, dat is niet zomaar in een half uur gehaar. Dat duurt wel 2,5 uur. Zomaar. Als je er niks op doet, heeft het vlees ook geen smaak. Dus dat moet echt een uurtje of 2-3 surren. Ja, het moet helemaal gaar worden. Het is eigenlijk gewoon haché, hè? Een beetje peper zelf. Ja, je ziet wel, ik doe er best wel wat op. Want het komt straks gewoon in het vocht moet je gaar stoven. Als ik er niks op doe, dan heeft vocht ook geen smaak, hè? Als je thuis een snelkookpan hebt, kun je het ook in een snelkookpan gaar stoven. Dan duurt het ook nog onder druk 50 minuten. Hè? Wow. Deze heb ik goed gepeperd en gezouten en die ga ik aanbakken. Dat kan in olie zijn, een beetje olie, maar dat kan ook in een beetje boter zijn. Ja, boter vind ik altijd lekker raken, dus niet denken dat dit in het begin al bruin moet worden. Want dan kan ik gewoon, het hoeft eigenlijk nog niet eens bruin te worden. Ik bak dat gewoon aan. Dus ik doe hier gewoon een beetje ui en knoflook bij. En het laurierblad van vroeger, dat moest er altijd in. Is dat ook nog? Dat doen we ook nog steeds, ja. Ik bak ze gewoon een beetje aan, zie je? Dan zie je ook, doordat ik aanbak, wordt het toch heel heet, hè. Dan heb ik hier een snelkookpan. Want anders kunnen we vandaag niet eten. Nou, dan doe ik in die snelkookpan. Doe ik dan maar mijn uitje. En mijn knoflookje. En fruit ik een beetje aan. Nou, hier heb ik de haas liggen. Dan heb ik de vet heb ik weggegooid. Hè? Dan kan ik daar nog een beetje zo blussen. Zie je dat? Die leg ik hierin. Zo. Nou, een snelkookpan is dus een hoge drukpan. Hè? Maar ook op met die hoge drukpan, hè, dus dan duurt het ook nog gewoon eventjes om maar 50 minuten voordat die haas helemaal gaar is. Hè. Dus dan doe ik dat hier zo in. Daar doe ik dan bij een beetje water en een beetje fond. Nou, fond is, dat noemen wij altijd, zie dat? Dat is gewoon getrokken waar daar in die grote pan op zit. Dat wordt automatisch fond. Kallesbeenderen. Dan doe ik er een deksel op. Dan doe ik hem dicht. En dan laat ik hem zachtjes aan de kook komen. Wim, ik heb geen snelkookpan. Hoe moet het dan? Als je geen snelkookpan hebt, dan doe het gewoon in zo'n ouderwets
stoofpan en dan duurt het gewoon 2 of 3 uur. Dat je moet laten sudderen op een... Zachtjes laten sudderen. Nou, als garnituur hebben we dan, wat ik straks al zei, die Brabazon, hè. Dat is even champignons. Nou, dan snij ik die champignons gewoon in vieren of in stukjes. Als je voor jezelf moet koken, Wim, bijvoorbeeld, pak ook gewone champignons. Heb je niet een keertje tegen van alles bijgehoord? Waar zou jij bij doen bijvoorbeeld? Om... Nou, bij die champignons of paddenstoelen. Hier kunnen allerlei paddenstoelen, als je dat lekker vindt, kunnen hier ook een beetje kanterelletjes of oesterzwammen. Je kunt hier alles van paddenstoelen bijbakken. Hè? Ja. Dit ga ik dadelijk samen met de uitjes en de spekjes ga ik aanbakken. En hoeft die spek hoeft ook niet helemaal uit te bakken dat die zwart is. Hè? Nee. En dan heb ik gewoon een potje zilveruitjes. De spekjes bakken hebben ook meteen al vet in de pan. Hè? Ja. En daar doe ik dan de champignonnetjes bij bakken. Dan ben ik die champignonnetjes aan het bakken. Ondertussen kunnen we een keer proosten. Hè? Nou, die champignonnetjes zijn nu lekker te bakken met de spek. En nu kan ik er ook die zilveruitjes bij doen, zie je dat? Geeft dat geen overwegend zuur dan erbij? Nee, maar dat hoort erbij. Hoort er erbij? Ja. Nou, wilde hier dan straks nog een kleurtje in doen. Zou er nog wat bieslook op kunnen knippen, maar ik doe vandaag een paar blaadjes cresson er bovenop. Niet bang zijn van zo'n snelkookpan, want hij sist. Maar hij moet ook sissen. Hij staat gewoon ja, onder druk, hè? Ja, druk is het. Ja. Ja. Want als je eenmaal die druk heeft opgebouwd, hoeft hij ook niet altijd op vol vuur te staan. Hè? Je dan zet hem gewoon maar lager. Ja. Ja. Want hij blijft gewoon net zo lang sissen, tot hij hier het vlees uitkomt. Hè? Hij kan ook aanbakken, hè? Kan hij dat? Ja, hij kan ook gewoon aanbakken. Want dat moeten we weten, dat kunnen we niet zien. Nee, dat kunnen we niet zien. Dat moeten dus... dan komt er ook andere reuk uit. Nou, dat denk ik. Ik heb gekleurd of... Zo. Ja, dat is dus... En dan kun je... Ik heb hier ook wel mensen zeggen... Ja, ik doe het als hoofdgerecht. Wat moet ik er dan bij doen? Ja, je kunt er alles bij doen. Je kunt er een mooie gekookte aardappel bij doen. Spruitjes, rode kool, stoofpeertjes, stoofappeltjes, puree, rijst. Je kunt eigenlijk... Stoofpeertjes, ja, dat is ook wel lekker. Die kleintjes, die zijn... Ja, die zijn wildeman. Door dat spek moet je er ook geen zout in te doen, hè. Niet denken van ik ga extra zout, hè. Die is lekker. Dat is lekker, hè. Ja, dat is heerlijk. Nou, hebben we hem dan, hè, de haas, hè. Helemaal uit elkaar gevallen. Helemaal uit elkaar, helemaal gaar. En dit komt dan zo uit die stoofpan, hè? Die kiep ik hierin leeg. Nou, dan ga ik een bord pakken. Dan zal ik eens even laten zien wat ik bedoel. Kijk, en dan zie je ook, als ik nou een beetje pak, zie je dat? Het bordje valt. Oh, valt er gewoon af. Dat moet ook, hè. En dit is eigenlijk zijn schouderblad, hè. Dat is dit stukje, hè. Zie je dat? En nou ga ik niet bij heel veel mensen dan doen, is dat ze dit doen. Nou, normaal doe ik dat met mijn vingers natuurlijk. Dan doen ze dat vlees zo. Dat moet helemaal niet. Want als je dat zo doet, want er mag zogenaamd geen botje in zitten. Er zitten geen botjes in, want het botje valt eruit. Ja. Als ik dit nou jou laat proeven, dan denk ik, pak jij dit, stopt in de mond, dan proefde dat vlees heel zacht is. Ja, dan laat ik jou heel overdreven, hè. Heb je dit in de pan gehad, heb je dit een beetje geroerd en roert en roert en roert, dan moet ik dit maar eens proeven. Het is maar zo'n propkop op mijn hand, maar dat is droog. Direct proefde dat, ja. Proefde meteen, direct, hè. Moeten al want de sap is eruit, hè. Ja. Hier zit gewoon hoe sap zit hier nog in. Dat glanst ook, hè. Dat zie je ook, hè. Proberen groot te houden. Heb je daar plaats voor, dan moet het op een ovenplateau zetten, want dit moet verwarmd worden in de oven. En die oven zet ik dan op 90 tot 100 graden. Ja. Nou, dan doen we daar als garnituur. Doen we er ook nog iets zoets op. Maar eigenlijk ook nog een beetje. Het is gewoon een appeltje. Kijk, en dan snij ik van deze appel een beetje brunoise, oftewel kleine blokjes. Nou, tegen het verkleuren. Daar doe ik één ding tegen. Dat doe ik daar gewoon een beetje peper en zout erop. Peper en zout, heb ik nog nooit gehoord. Kijk, want zout is hydroscopisch, oftewel onttrekt vocht. Nou, als ik zout
op mijn appeltje doe, dan verkleurt je niet meer. Ja, zeg maar, Wim Wolfszout zeggen ze dan. Hè? Ja. Dat lijkt allemaal heel veel, maar het moet wel op smaak zijn. Hè? Ik laat hem maar voor het gewoon iets nieuws doen. Hè? En de wijnproeven doen we ook voor het, laat ik jou voor het alles proeven. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Geweldig wat het is, hè. Zie je dat? Dat zoutje is lekker, want het is zoet. En toch meteen een beetje hartig, hè. Wim, je hebt de voorlopers uit de oven gehaald. Hoeveel graden was deze oven? 100 graden. Dus dan zie je, het bakje is warm, het schaaltje warm. Onderin het schaaltje hebben we zitten de haas. De haas hebben we dus gepeperd en gezouten, aangebakken. Helemaal gaar gestoofd, dat hij van zijn botje afviel. En toen eigenlijk zo grof mogelijk stukken geplukt. Nou, ik doe maar twee varianten om te laten zien. Hè. Doe ik een schepje garnituur erbovenop. Als garnituur hebben we gebakken zilveruitjes, gebakken spekjes en champignonnetjes gedaan. Nog een beetje saus erbij. Zo. Appeltje. Nou, de appeltje. Daar zie je ook niks verkleurd, hè. En mooi zacht geworden. Want zacht wordt je ook van peper en zout, hè. Als je op groenten die je heel dun snijdt peper en zout doet, worden die groenten ook gewoon zacht. Hè? Drogen ze niet te veel uit dan? Nee. Nee. Dan doe je hier zo'n lepeltje. Appeltjes op. Doe er een takje groen op. Nou, heb je niet zo'n takje wilg en croissant kopen, kun je er ook een beetje bieslook op knippen. Ook al goed, hè. En last but not least, maar ik moet het altijd vragen van verschillende kijkers, wat drinken we erbij? Wat drinken we erbij? Iets wat ik lekker vind. Nou, momenteel ben ik een beetje in de Spaanse rode wijn. Licht, dus, zwaar ook? Licht, ja. Ja, natuurlijk. Ik vind hem lekker, ik vind hem licht. Maar hij is goed te drinken, heerlijk. Dus, Jong, gezondheid. Op de feestdagen.